Ondeugend. We zijn braaf, hè? Ik ben Wout Vaas, 21 jaar, centraal verdediger bij KV Oostende en de Belgische U21. Ik ben geboren in Mol en ik woon momenteel in Oostende. Sinds mijn 18, hè, sinds dat ik bij Anderlecht mijn school heb afgemaakt, heb ik een appartement gekregen en woon ik alleen. Dus ik moet mijn plan wel trekken. Ja. Ik heb dat van mijn 14 gedaan. Hè. Vanaf mijn 14 zit ik eigenlijk, ben ik weg van thuis door de week, dus ik ben het wel gewoon. Het is altijd leuk als ik terug naar huis ga of als mijn ouders of mijn vriendin komen. Want dat helpt toch wel als je je familie en je vriendin ziet. Ik studeer niet, maar ik lees wel boeken. Boeken dat ze hier saai vinden, maar ik vind dat wel interessant. Dus ja, ik vind dat belangrijk dat ik wel iets blijf doen en dat ik anders het gevoel heb dat ik een beetje dom word, zou ik zeggen. Ja, nu lees ik de Wereldatlas van de Geschiedenis momenteel. Dus dat gaat over de algemene geschiedenis van ja, prehistorie tot nu eigenlijk. Hè. Geschiedenis was wel altijd een van mijn lievelingsvakken samen met de talen. Dus ik heb economie-talen gestudeerd. Maar geschiedenis was wel altijd een van de interessantste. Allee, daar lette ik het meest op, zal ik zeggen. Er zijn andere vakken waar ik iets minder goed in had. Dus ja, wiskunde was echt een drama voor mij. Dus, dat was altijd haken over de sloot. En dat was ja. Het was er altijd juist over, maar het was niet met niet veel overschot. Ik zie mezelf wel leerkracht geweest zijn, denk ik. Ik weet niet, je hebt redelijk veel vakantie. Je hebt wel omgang met de mensen. Ja, het is niet voor die vakantie, maar je hebt omgang met de mensen. Je leert mensen iets bij. Dus ik denk dat wel. Plezant, hè. Dat is altijd. Oh, ik denk dat hij van nog sterk genoeg is, maar ja, dat zal ik ook al gehoord hebben. Maar het is een echte vriendengroep. Ook, Frans, Nederlands, allemaal samen. Iedereen apprecieert elkaar, iedereen kan lachen met elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ondeugend. We zijn braaf, hè. S'avonds spelen we in de kamer spelen we meestal weerwolven. Dus dat is zo'n spel, ik weet niet of je dat kent. Dat is zo. Iedereen gaat slapen, dan worden er twee wolven wakker en dan wordt er iemand vermoord. Maar dan, voordat we dat spelen, komt iedereen samen in de kamer. Dat is dan met mij en Siebe, altijd in die kamer. En de laatste die in de kamer komt, dan pakken we onze slipper vast en dan beginnen we zo te kletsen. En de laatste die binnenkomt, die krijgt dan al die slippers op zijn gezicht of op zijn ding. Dus dat is wel ontdeugend is dat niet, maar dat is wel plezant. Dus, ja. Jens Teunks komt toch vaak bij de laatste aan. Omdat ik het gevoel heb dat ik goed zat bij Anderlecht. Ik kon ja, daar veel meer geld gaan verdienen ten eerste, maar ik had het gevoel dat ik daar een nummerking ging zijn, snap je? Als je daar een jaar slecht speelt, dan zeggen ze gewoon, ja, we sturen nu door en we gaan een ander naal waar we in geloven. En ik had bij Anderlecht het gevoel dat ik was wel een van de grotere, allee, waar ze in geloofden. Dus ja, ze investeren wel redelijk veel in mij. En ik vond het ook belangrijk dat ik mijn diploma haalde. Dus daarom ben ik vooral gebleven. Ja, Gert Vrijen was daar en die belde dan of ik geen goesting had om aan het zeetje te komen voetballen. Nee, hij zei van, hij geloofde erin dat het wel een mooi verhaal kon worden. En hij kon mij ook, ik garandeer nu niet, maar hij gaf me wel het gevoel dat ik echt veel kansen ging krijgen. Maar ja, kans moet je dan zelf nemen, dat heb ik wel gedaan. Dus. Maar Gert heeft wel een grote doorslag gegeven om voor Oostende te kiezen. En ook gewoon, dat, ja, het was België. Ik had echt goesting om eens in België te laten zien van, ja, kijk, ik ga me tonen. Dus, en dat is wel gelukt. Ja, er is veel veranderd bij Oostende. Er is een voorzitterswissel geweest, er zijn trainers vertrokken, technische directeurs vertrokken. Maar ik heb het gevoel dat er nu een nieuwe wind blaast en dat is ook niet slecht. Dus wie weet gaat het wel helemaal anders uitpakken en ik denk dat we wel beter gaan doen. Zolang ik een contract heb bij Oostende, blijf ik daar. Allereerst, ja, wat ik zeg, Engeland of Duitsland, dat zijn toch mijn twee droomcompetities. En ik ben 21 en ik heb toch redelijk veel matchen al in eerste klasse. Redelijk wat ervaring opgedaan en dit jaar dat een goed seizoen gehad, dus wie weet. Ik kan dat wel. Ik kan dat nu niet zeggen dat dat nu gaat lukken of dat dat volgend jaar is. Maar ik denk, tot een bepaalde leeftijd die ik in mijn hoofd heb, denk ik wel van waarom als tot dan kan ik proberen. En als ik dan het gevoel heb dat het niet zo is, dan denk ik bij mij dat ik wel een andere carrière ga uitbouwen. Allee, niet ander dan voetbal, hè, maar een andere richting gaan nemen dan die dat ik nu voor ogen heb. Maar zolang dat ik daarin geloof en zolang dat de mensen rondom mij daar echt in geloven en ik wil dat die daar ook eerlijk in zijn, denk ik dat dat wel kan lukken. Dat ga ik voor mijn eigen houden. Oh, ik ben van kind af aan ben ik echt supporter van Liverpool. Maar dat is niet per se. Als ik nu in een andere ploeg zou spelen, vind ik dat niet erg. Maar Liverpool vind ik toch wel, omdat ik ben een paar keer geweest en als je dan op Anfield komt, dat is kippenvel. Hè? Dat is iets anders. Hè? Nee, in de wereld van vandaag is dat, zou je dat zeker niet weigeren, denk ik. Als dat zou lukken, wie weet ooit Rode Duivels. Hè? Dat is toch een droom van iedere speler dat hier zit, denk ik. En dan ooit dat shirt te dragen van de echte Rode Duivels, zal ik zeggen. Want wij dragen het ook, maar dat is toch nog iets anders. Dat is de grootste droom.